In het voorjaar stelde jouw tv-gezicht Angelo Dorni zijn boek Het Lekkerste Terras voor. Hij toonde al hoe je zelfs op een kleine oppervlakte heel wat groenten kon kweken. Maar nu zijn al die groenteoogst klaar. En wat doe je daarmee? Wel, dat vind je in het nieuwe boek van Joren Verheijden, Gebeten door groenten. Joren, je hebt een boek geschreven, Gebeten door groenten, voor flexitariërs en vleesverminderaars. Waar komt die passie voor dat vegetarisch koken en voor groenten vandaan? Mijn passie begint eigenlijk al in mijn prille jeugd, vanuit mijn ouders thuis, die een groentewinkel hadden. En van daaruit ben ik eigenlijk altijd gepassioneerd geweest in de kleur, de geur en de smaak van groenten. Nog meer gefascineerd werd ik door mijn opleiding in de hotelschool Spermali. En vanuit de hotelschool Spermali ben ik eigenlijk direct op mijn 21 mijn eigen zaak begonnen. En heb ik toch de focus op groenten gelegd in mijn vegetarisch restaurant Gouden Pollepeltje. En van daaruit eigenlijk wou ik mensen duidelijk maken dat creatief omgaan met groenten vaak veel verder leidt dan enkel en alleen een groot stuk vlees op het bord. Ja, de laatste jaren, we hebben dagen zonder vlees, vegetarische kookworkshops. Vegetarisme is hip eigenlijk. Maar waarin verschilt jouw kookboek nu van andere vegetarische kookboeken? Met dit boek wil ik laten zien aan de flexitariërs en de vleesminderaars dat op een creatieve manier met groenten omgaan je iets heel culinairs en gastronomisch op tafel kan brengen. Ik raad dus iedereen aan die ook vlees eet om het boek te kopen om zoveel mogelijk met groenten om te gaan. Nu, de foto's in het boek zijn ook echt heel mooi. De gerechtjes lijken echt wel op restaurantniveau. Ga ik ze als gewone hobbykok kunnen klaarmaken thuis? Ja, zeker. Voor mij was eigenlijk de presentatie zeer belangrijk, omdat ik vind dat groenten vaak eigenlijk op de achtergrond verdwijnen. En ik wou eigenlijk tonen dat met groenten eigenlijk kleine kunstwerkjes kunnen gemaakt worden en dat het helemaal niet moeilijk hoeft te zijn. De gerechtjes worden eigenlijk heel goed uitgelegd. De serveertips staan erbij. Ook hoe je het moet dresseren op het bord staat allemaal uitgelegd in het boek. En met welk receptje zou ik nu echt kunnen uitpakken bij mijn vrienden? Goh, ik zou niet durven zeggen eentje. Het zijn er zoveel leuke. En ik zou zeggen, beginnen bij het begin. Een hapje, een pittige pompoenchutney. Daarna als hoofdgerecht een sojafilet met roze pompoenmoes. En als afsluitertje een chocolade whoopie. Wat kan er lekkerder zijn? Beginnen bij het gezin. Nodig daarna familie en vrienden uit. En meer vind je in het boek. Vergeet dus deze zomer die typische vleesbarbecue en verras je vrienden en familie een keertje met een origineel groentegerecht. Inspiratie vind je in Gebeten door groenten, vanaf nu te koop in de boekhandel of ook via www.davidsons.be.